Yo mensen van Pretpark Wolven, en tof dat jullie kijken naar een nieuwe video. En ja, op dit moment sta ik hier in het Indianengebied, maar er is dus weer een hele hoop gebeurd. We hebben dus een tijd niet meer opgenomen. Maar ja, wat er dus is gebeurd, daar gaan we even naartoe laatst leggen. We hebben dus ten eerste, ja, het allereerste dat hier kwam, een beetje aangepast. Ik heb er een mooi net omgehangen. Het trekt er nu wat meer op. En het speciaalke. Ja, hier hebben we een tijd aangezet, maar we hebben een parkplan. Serieus, alles staat erop. Bijna alles. We bouwen natuurlijk nog veel dingen bij. Maar serieus, alles staat erop. Ja, het is zoals je ziet nog niet helemaal klaar. Want ja, het park is nog niet helemaal af. Maar om te beginnen is een nieuw ding. Of hebben we die al laten zien? Volgens mij niet, hè. Die achtbaan of zo. Kijk, dit. Dit is de Kaleus. Dat is dus een vliegende Hollander, en dan zullen jullie wel denken, waarom Kaleus? Ja, dat is dus ook een spookschip zoals de vliegende Hollander. Deze rit gaat ook helemaal anders. Kijk, zie je ook, dat is heel de attractie. Maar verder gaan we er niks over zeggen. Je kunt het allemaal beleven. De 1e juli. Voor wie de trailer nog niet heeft gezien, check even de video. En hier hebben we dus Pirates of the Caribbean. Dat is de volgende attractie die we gaan bouwen. Zoals je ziet, er is nog helemaal niks. We hebben alleen het station al. En ja, het kasteel. Maar voor de, ja, dat staat hier al een tijdje. En de muziek is ook al gefixt en de automatisering ook. Maar alleen de attractie nog. En hij noemt Pirates of the Caribbean Dead of the Sea. Dus over deze pressure plate begint de muziek. Gewoon dat dus. Ja, dan kom je dus hier het station in. Hier zo, niet zo prachtig afgewerkt, maar toch, ja. En dan ga je hier dus in. En vanaf hier hebben we een muziek gevonden met allemaal verschillende songs over Pirates of the Caribbean. Waar we verschillende scènes over hebben verzonnen. Dus om te beginnen komt hier een dorp. En het gaat dus echt passen bij de muziek. Dat gaat dus zo echt perfect uitkomen. Maar verder. Verder mensen hebben we. Hebben we nog nieuwe dingen? We hebben. Ja, om te beginnen heeft Jonas bijna alle attracties automatisch laten gaan. Ja, dat is dus dat de meeste attracties daar waar geen medewerker mee moet zijn. Die attracties die gaan dan altijd open zijn. Dan moet je niet meer wachten tot dat status. Die attractie moet geopend worden. De Yulvolution bijvoorbeeld, die gaat wel nog met de hand geopend moeten worden. Maar ja. Verder hebben we hier naast Tirol, hier dus, een plein gebouwd met 1 achtbaan. Ja, gewoon even om dat plein een beetje op te vullen. En hier een nieuw stuk in de jungle. Dit is dus de boa constrictor, die zo in vele echte parken ook staat. Dit is zo'n soort van kikkerachtbaan van Duinruil. Of de Victor's Race in Plopsaland, of de Keverbaan in Bellewaarde. Ja, dit staat dus in heel veel parken. En dan hebben we hier de tempelattractie die we in de trailer ook een beetje hebben kunnen zien. Maar ja, dit is dus de baan. Ik vind hem wel awesome. En dan hier een overnachting, made by Yilf. Ja, dat zijn de King Kong boomhutten, gewoon kleine boomhutten waar je in kunt overnachten. Het is nog niet helemaal af. De luxe boomhutten moeten nog gebouwd worden.
Maar op het plein hebben we hier dus de ingang naar Noorwegen, maar dat gebied komt als allerlaatste, dus ik zal nog even wachten. Dit zal nog even staan. Kunnen we misschien best even afbakenen. Speedstyle. De speedstyle even. Zo. Ja, lelijke afbakening, maar ja. Oké, en dan hebben we hier nog iets nieuws. Maar hier is nog niks binnen, maar misschien herkennen jullie dit gebouw wel. En dit is een soort Villa Volta. Ja, daar zult u het mee kunnen vergelijken, maar het wordt helemaal niet zo'n draaihuis. Het wordt gewoon een walkthrough. Voor de mensen die niet weten wat een walkthrough is, dat is dus gewoon een huis. Waar je langs scènes gaat. Zoals bijvoorbeeld The Walking Dead in Movie Park. Zoiets is dit dus. Maar dit is dus Villa Ouija. Van de film. Ik weet niet wie dat de film kent. Maar dat is dus deze film. Dat is dus deze film. En ja. Er komt dus gewoon heel dat huis komt daar binnen. Het is dus gewoon een, ja, dat, je weet wel dat die film met dat spel Ouija. En dan worden allemaal vermoord door geesten. Ik vind het echt een zieke horrorfilm, jongen. Oh my gosh. Ik heb achteraf wel goed kunnen slapen. Gelukkig geen nachtmerries of zo. Maar ja, op dit zicht is het helemaal niet zo groot. Maar het hele huis, ja, daar gaan we hier nog veel meer voor moeten bouwen. Want hier gaat heel die walkthrough niet in kunnen. Dit wordt gewoon een soort van horror. Ja, een Halloween tocht zo, hè. Maar dan in een attractie. Die gaat trouwens Jonas maken. En ging erachter. Ik ga het niet in beeld laten komen, want het is puur geheim. En ja, daar komt hetgene. Wat het meest wordt bekeken in YouTube. Ja. Ik hoop dat ik niet te veel heb verklapt. Maar dat is Jonas daar ginds aan het maken. Ja, in de trailer hebben we het ook al gezegd. En ja. Eerste juli zijn jullie allemaal welkom. Daarom maak ik nog even deze video. Al kan ik jullie wel zeggen dat we de 1e juli gaan livestreamen als het park opent. We gaan livestreamen. Als het park opent. Ik weet nog allemaal niet zeker, misschien niet. Maar we laten jullie nog wel iets weten als we gaan livestreamen. En natuurlijk hier het allernieuwste dat ik heb gebouwd. En hier heb ik echt veel werk aan gehad. Dit is dus Mouse O' Tart Factory en het is niet zoiets als Mouse O' Chocola. Het is eigenlijk, ja, dan zal je denken toch wel, zoveel taarten. Ja, inderdaad, het zijn allemaal taarten. Maar daar kom ik later op terug. Maar nou, we gaan even de wachtrij laten zien. Hè. Ik vind het echt mooi gemaakt, een paar keer afgebroken. Vraag me niet waarom. Mouse O' Tart Factory. Nee, ja, even een speed. Oké, dan kom je hier dus ja, in een doodgewone kamer, niet zo heel mooi. Kom je hier zo in een fabriek waar allemaal taarten over de band aan het lopen zijn. Hier over de band. Daar de schoonmaakkamer, daar de oven. En dan komen we in het station terecht en deze vind ik wel het mooiste. Dat vind ik wel mooi. Dan hier wat taart achter glas, rommelbak. En dan ga je hier dus weer de trap af. En dan kun je hier instappen. Dit klopt niet. Zo klopt het. Oké, mensen, dit is het dus. In de attractie zelf ga ik nu nog helemaal niks zeggen. Ja, daar ga je dus in. En hier is gewoon een zwart doek. En dat wil dus gewoon zeggen.
Dit is dus de uitgang, hier moet je gewoon uitstappen. Nou, als je daar naartoe gaat, kom je dus in het gewone station. Maar hier moeten gaan de mensen hun kar kapot gaan en dan komen ze hier bij de uitgang. Het laatste stuk laat ik misschien wel zien, want dat vind ik wel een beetje leuk. Wacht even. Ja, hier dus. Hier dus, dan verlaat je dus de attractie dat daar ligt. Ga je dus hier naar beneden. Dan hier zie je dus allemaal taarten. Kom je dus zo'n beetje terug in het muizenhol ofzo. Dan sta je hier dus even stil. Zie je hier een grote muis staan en die twee bordjes. Oei, wat is dat gedaan? Ja, oei. Op die twee bordjes dus komen dus later, als het ooit gefixt geraakt, komen daar de foto's op te zien. Hier zie je het, coming soon foto. Dus dan sta je hier stil en dan komt hier de foto. Dus dat vind ik echt wel nice gevonden. Maar voor de rest ga ik nog niks zeggen over wat de attractie eigenlijk is. De uitgang zullen we ook nog wel laten zien. Want er is veel te vertellen over deze attractie. Ja, hier uitgang dus. Nog een beetje decoratie, taarten en alles. En dan kom je hier terecht in het. Dan kom je hier terecht in het taartenrestaurant. Vind ik ook wel epic. Dan begin ik met de regen. Oeh ja, dikke onweer. Ja, even uitschakelen. Maar dit is dus het taartenrestaurant. En als je gewoon naar de volgende attractie wilt, gewoon even langs hier gaan. En wil je nog een ritje? Hier naartoe. Ja, dan kun je op het terras ook een beetje chillen. En ginds, hier dus, moeten we dus ook een beetje ruimte gaan maken voor dit. Maar verder heb ik dus ook een aanvraag gedaan voor Shadow Canyon, een nieuw gebied. Waar een Big Thunder Mountain komt ofzo. Wordt dus een donker gebied. Ik weet niet of het veilig is om het donker te maken, anders gaat het niet zo goed op het plan kunnen. Dus ik weet het niet, Shadow Canyon. Ja, schaduw. Maar ja, we zien nog allemaal wel. Wij gaan dus vandaag weer bouwen, joh. En als die komt er vandaag nog op, maar niet zo rond dit uur. Maar ik ga niet blijven zagen. Mensen, dit was de video. Like en abonneer. Reageer. En dan zie ik jullie, hopelijk, op 1 juli. Dus, later mensen. Like